bijbewoners van de Gamedorp. Ik ben Bram en welkom bij een nieuwe serie op dit kanaal op de vrijdag. Want die dag heb ik gekozen, want vrijdag is een koele dag en ik heb nog een zonnebril op. Zo, we doen er gewoon twee op. We gaan City Skylines spelen. Ik ga even een stukje dichter bij het scherm zitten. Fuck jullie. Zo, we spelen City Skylines en ik heb hier een nieuw stadje gemaakt. En ik heb het na een half uur aan de praat gekregen, want het viel iedere keer uit en ik hoop dat het nu blijft doen. Anders ben ik echt fuck. Oké, we beginnen met een weg aan te leggen. Ik heb echt onwijs dorst. Want ik zo snel praat. Oké, daar is het water, want we moeten ook een wateraansluiting hebben. Dus we moeten even kijken hoe we dit nou precies gaan doen. Oké, laten we met een rotonde beginnen. Ik begin altijd met een rotonde in het begin. Dat kan ik later altijd nog weer weghalen. Mobiel gaat niet nu. Zo. Ik heb mijn mobiel weggegooid. Ik ga eens even kijken. Past dit? Dit past. Boom, zegt hij. Boom. Dat geluid zacht, dat maakt niet uit. Dat hoorden jullie toch niet. Dat hoor ik wel heel hard. Maar dat maakt niet uit. Oké, dan moeten we natuurlijk kijken. Welke kant is dit op? Dit is deze kant op, denk ik. Ja, oké. Want dit is een 1-1 baan. Die moet zo. Boom. Dan moet deze hier. Boom. Nu lijkt het totaal niet meer op een rotonde. Maar dat is het wel natuurlijk. Oh shit, nee. Ja, deze moet geüpgrade worden. Upgrade. En nu kan ik deze niet upgraden. Omdat daar al een stuk weg ligt. Oké, upgrade. Kut. We hebben het alweer naar de tering geholpen. Wat een mooie rotonde heb ik gemaakt. Oké, nog een keer proberen. Oh shit. Bollocks. Die doen we zo. Dan doen we die hier. Geweldig. Ziet er vet goed uit. Ziet er heel goed uit. Oké, we gaan gewoon een watertoren in het midden denk ik neerzetten. Hats of flats. En dan gooien we een poepleiding. Dan gooien we hier in het hoekje. Met deze. Zodat die stroom heeft. Hats of flats. Oké, dan gaan we deze even hier langs doen. Want ik wil het heel mooi netjes hebben. Eerlijk gezegd. Maar dat ziet er nu niet netjes uit ofzo. Dat klopt. Oké, water hebben we. We hebben poep. Water. Oké, verwarming komt later pas. Elektriciteit. Heel handig. Laten we eerst beginnen met een weg aan te leggen voor de mensen die hier gaan wonen. Dat doen we met deze. Dit is een, hoeveel? 6 toch? 6 baans weg. Plempen we gewoon lekker hier neer. Die gaat zo. Ik wil hem wel recht eigenlijk, precies. Oké, hier is een 90 graden. Dit is 90 graden. Laten we hem gewoon zo neerleggen. We leggen hem gewoon zo neer. Dan leggen we hier ook één neer. Aan deze kant gaat het industriegebied op. Dit is ook een 90 graden hoek. Leggen we zo neer. Toppie, helemaal joppie. Oké, leggen we hier ook nog even een waterleiding neer. Zo. Ik heb alle mods, nou ja, niet alle. Ik heb allemaal shit uitgegooid. Mods, assets en zo. Anders werkte het gewoon totaal niet. Omdat het gewoon zo kut was. Zullen we een heleboel windmolens neergooien? Of gewoon... Laten we gewoon dit doen even eerst voor het begin. Zo. En dan gooien we die gewoon hier tussen. Dan heeft die stroom. Zometeen, als we even doorspoelen. Dan heeft die stroom. Oké, top. Nee, ik zet hem nu op pauze. Dat moeten we niet hebben. Zet hem gewoon even op sloom, zodat het geld niet te snel opgaat. Oké, gaan we gelijk beginnen met huizen. Die doen we even een stukje hier. Zo. Zo, en ik ga alles precies netjes in elkaar leggen. Precies netjes. Come on. Dit kan ik. Dit heb ik vaker gedaan. Kijk. Hatsenflats. 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 Toppie joppie. En dan gaan we hier... Oh nee, deze wil ik niet. Ik wil deze huizen aanleggen. Zo. Kijken. Nog eentje. Hats of wat. Ja. Oké, die huizen hebben natuurlijk water nodig. Poink. Poink. Ah, hier ook maar één dan. Anders voel ik die zo... Zijn die zo alleen. We did it. Gewoon in één keer geluk, man. Hebben ze nog iets te zeiken? Nee, we hebben zelfs geld over. Dat gebeurt niet veel bij mij. Eigenlijk nooit. We staan wel in de min, heel hard. We snel even hier ook nog wat wegen bouwen voor het industriegebied. Zo, doe ik even daar snel. Kunnen we in ieder geval wat industrie aanleggen hier. Kijk, er komen mensen aan met een auto. Vrachtwagen bedoel ik. Ach, ik moet deze stoplichten weg. Heb ik die mod hierin zitten? Nee, kut, die heb ik niet in zitten. Die heb ik eruit gehaald. Want die staan te veel stoplichten. Zo gaat het zo meteen opstoppen en zo. Dat moeten we niet hebben. Wat gebeurt er? What the fuck is regen?
Dat wil ik niet. Kan ik het uitzetten? Ja, kijk, nu staat het uit. Oké, mooi zo. Want dat vind ik vet irritant. Dat hoeven jullie ook niet iedere keer... Oh, hier is geen water natuurlijk. Snel water aanleggen, anders worden mensen boos. Oeh. Oké, we komen weer terug met onze centjes. Die krijgen we weer terug. Oh, al het weg, de weg is helemaal nat. Door die regen. Zie je dat? Het is nat. Hahaha, nat. Leuk. Wauw, het schiet er mooi op deze stad. Het is in ieder geval iets. We staan nog steeds in het rood. Tenminste. Ja, ik kan het niet zo goed zien met deze zonnebril op. Schiet op. Inkomen, ga omhoog, alsjeblieft. Alsjeblieft, ga omhoog. Blijf niet op... Nee, ga niet verder zakken. Goed zo, omhoog. Verder. Stukje nog. Stukje nog. Stukje nog. Nu een beetje. Staat hier zo. Zie je dat hier? Dit is het inkomen. Voor als je het spel kent. Ja! Gewoon in één keer gelukt vandaag. Normaal doe ik echt heel... Tak hem goed uit. Dan hebben we nog wat extra geld erbij. Dan kunnen we een elementary school, een medical clinic en een landfill site bouwen. Ik gewoon hier. Okay, top. Gooi ik hier. Die dokter neer. Ja, die kan ik dan niet betalen nu. Nou ja, dat komt nog wel. Ja, het worden echt heel snel om huizen gevraagd, zeg. Holy shit. Dan denk je dat ik ben een stadbouwer. Dat klopt inderdaad. Ik ben een man die een stad bouwt. Op YouTube. Erg volwassen. Oké. Bouw hier ook huis, alsjeblieft. Ik vind het zo'n mooi spel. Kijk dan. Al die mensen die lopen hier. Wat is dit voor autootje? Dit is een Jeep. Ik ga hem Najib noemen. Najib. Snap jullie hem? Snap jullie hem? Najib Amali. De owner zit in dit huis en ze heeft de auto helemaal hier geparkeerd. Haar Najib. Ze heeft haar Najib daar geparkeerd. Ja, ik weet dat ik een school moet bouwen, maar ik heb geen geld. Hoe duur is dat, kreng? 10.000? Allemaal hoela zeg. Moet ik 10.000 voor een school betalen? Kan ik al wat huren dan? Laten we dat maar gewoon doen. Het moet wel even gebeuren. We moeten echt even een school hebben. Bam. We zijn weer een leveltje omhoog gegaan. We kunnen wat nieuwe dingen erbij. We kunnen een politiestation bouwen en een vuurhuis. Is dat vuurhuis? Firehouse. Cool. We kunnen ook districts maken. Oh, kom. Dat is leuk voor jullie. Ik ga dit een district maken. Zo. En dan mogen jullie in de reacties hier beneden een naampje verzinnen voor, deze, voor dit district. Dit hier. Het heet nu Sunnyside Square. Ik vind het niet echt zonnig of zo. En het is ook niet echt een vierkant. Het is meer een rechthoek. Square is plein. Dat maakt niet uit. Dan doen we de volgende keer gaan we deze doen. Dus noem eerst een leuk naampje voor deze. Bijvoorbeeld hond of zo. Weet ik veel. Bedenk iets leuks. Daar zijn jullie vast wel goed in. Nice. Oké, dat werkt dus niet. Jammer, man. Misschien als ik het zo. En dan zo. Ja, dat kan wel. Zo, bijvoorbeeld. Dat werkt. Maar dan moet ik deze dingen moet ik weghalen. Zo. Anders wordt het niet mooi. Dit ziet er al cool uit, toch? Ik vind van wel. En dan ook zo. Kan dit nu? Nee, ik kan het nog steeds niet. Ja, dit is niet recht, staat er. Dat is niet recht. Nou. Zo recht mogelijk. Oké, zo is prima. We laten het gewoon eens zo. Gooien we hier nog wat huizen neer. Niet hier. Ook niet daar en ook niet daar. Maar hier. Zo. Hier ook nog een paar. Daar nog een paar. Helemaal top. Hier. Even wat water aanleggen. Anders worden mensen weer kwaad. Want we hebben geen water. Ik ben een klant. Mee. Ik weet dat jij een klant bent. En dat je water wil. Maar je krijgt het gewoon niet. Oké, jawel. Anders is het zielig. Dan gaan ze huilen. Want ik heb geen water. Wat moet ik anders? Wat moet ik nou? Nou, je gaat naar de winkel. Je koopt een fles water. En je zuipt hem leeg. Kreng. Wow, ik ben echt aardig voor mijn mensen in mijn stad. Nu al. Ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag, dames en heren. Laat nogmaals weten in de reacties hoe we dit gebied gaan noemen. Dit heet nu Sunnyside Square. Jullie mogen een naam verzinnen. Zet hem in de reacties. Doe even een blauw duimpje omhoog. Of omlaag. Zijwaarts. In je reet. En dan zeg ik dikke doei. En tot de volgende keer bij een nieuwe City Skylines hier op een Gamedorp.